Hoi hoi, welkom lief allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. In deze video wil ik met jullie de craft caddy die ik met mijn kleurenswap had gemaakt nog een keer gaan maken. En zoals ik had beloofd dan in centimeters. Zodat het voor jullie ook gemakkelijk is om hem ook te maken. Hij is super leuk. Het wordt best wel een wat groter projectje. Maar laten we maar gewoon lekker beginnen. Deze keer ga ik een roze variant maken. Ik heb alvast wat papier voorgesneden. Wat we nodig hebben is van de designblokken. Ik heb dan van Craft Sensations twee papiertjes en dan twee dezelfde. En dat heb ik in dit geval uit dit blok gehaald. Heb ik die met de stipjes gekozen. En die waren allebei precies hetzelfde. Want die andere zijn vaak met goudfolie eentje en de ander niet. En het is wel echt het mooiste als twee dezelfde zijn. En die heb ik alvast voorgesneden op 25,5 centimeter hoog en 30 centimeter breed. Dus de blokken zijn net iets langer dan 30 centimeter, dus daar moet een klein randje vanaf. En dan 25,5 centimeter hoog. En dan hou je een strook over. Eén van die stroken moet je zeker niet weggooien, want die hebben we zo meteen nog nodig. Die andere natuurlijk ook niet, want daar kan je nog leuke dingen mee doen. Maar die hebben we nu niet direct nodig. We gaan beginnen met die twee stukken. Dan gaan we eerst rillen. En dan gaan we rillen. Ik heb een speakbrief hoor. Ik heb een beetje klein gesneden. Geschreven, maar we gaan rillen op de korte kant, dus op de 25,5 centimeter kant tegen jouw liniaal, op 1,5 centimeter. Even netjes. Dus op 1,5 centimeter een rillijn op de korte kant en op 16,5 centimeter. En dan draaien we hem bij. Met de 30 centimeter kant tegen je liniaal gaan we rillen op 7,5 centimeter. Op 15 centimeter. En op 22,5. En dan heb je dus hier een smalle strook van 1,5 centimeter. Een groter vak van 15 centimeter. En hieronder 6,5 centimeter, als ik het goed zeg. 16,5. Iets meer. Ik zeg het verkeerd. Een vak van 9, sorry. Ja, hoofdrekenen is niet mijn grootste talent. En over zo hebben we dus 4 stroken van 7,5 centimeter. En dit gaan we precies hetzelfde doen met dat tweede deel. Dus we beginnen weer met de korte kant tegen de liniaal op 1,5 centimeter. Een rillijn. En 15 centimeter verder, 16,5 centimeter. Een rillijn. En op de lange kant van 30 centimeter gaan we op 7,5 een rillijn zetten. Eentje op 15 centimeter. En eentje op 22,5. Op die manier. En nu wil ik aan allebei de linkerkanten, dus hier, een heel klein randje afhalen. Dus zo smal als dat verhoginkje, zeg maar, langs die gleuf is. Dus zeg maar een heel klein randje, ongeveer 1 mm is dat, denk ik. Zoiets. Dat mag er even af. En dat mag in de prullenbak. En dat doen we bij allebei aan de linkerkant. Zo meteen kan ik je even uitleggen, maar dan kan je het zien waarom ik dat doe. Leg ik het heel kort even aan de kant.
Wat we gaan doen is die bovenste 1,5 centimeter omvouwen en vastplakken. En deze 1,5 centimeter wordt de bovenrand van je craft caddy. En dat doe ik om hem dan wat stevigheid mee te geven aan de bovenkant. Dus bij beide die 1,5 centimeter naar binnen vouwen. En vastplakken. Dat kan natuurlijk met tape of met lijm, net wat jouw voorkeur heeft. Ik zit mijn tafel onder te smeren. Dat heeft niet mijn voorkeur. Dus mooi naar binnen. Wat we nu gaan doen is aan de onderkant, want dit werd de bovenkant van onze craft caddy. Ik weet helemaal geen Nederlandse woord voor, weten jullie dat misschien? Ik heb het van een Amerikaanse site en daar noemen ze dat zo. Je ziet ook wel andere modellen ervan, ook hele leuke. En dat noemen ze dan craft caddy, maar hoe wij dat dan kunnen noemen, ik heb er geen woord voor. Wat we gaan doen is aan de onderkant, dit wordt je bodem, gaan we de rillijn wegknippen. Dus we knippen alleen maar aan beide kanten van de rillijn, moet ik even goed in het licht, knippen we het in tot aan het kruispunt. En dan knip je dus dat smalle strookje van de rillijn knip je weg. En dat doen we bij allebei die stukken, op alle drie die rillijnen. Zie, op deze manier heb je dan dus losgeknipt en hebben ze een heel klein splitje, zeg maar. En dat moet ik nog even bij die andere ook doen. En wat ik nu ga doen is die flappen allemaal naar binnen vouwen. En daarna deze vier of drie vouwen ook even voorvouwen. En goed bij dat dubbele stuk even goed aanduwen met je vouwbeen. Dat die vouw er ook mooi in zit. Zo, op deze manier. En die andere hetzelfde. Dus mooi die hoge vouwen erin, die verticale vouwen. En dan straks de bodem. Die flappen hier aan de onderkant. En dan gaan we ze aan elkaar maken. Het wordt een zeshoek. Dus we gaan op deze manier twee hele vakken en flappen ook aan elkaar plakken. En daarom heb ik net ook aan de linkerkant bij beide een millimeter of iets eraf gehaald. Zodat die mooi kan vouwen. Als ik dat niet had gedaan, dan zijn die vakken dus even groot. En dan gaat die hier aan de binnenkant dus dwars liggen om mooi te kunnen vouwen. En nu omdat dat kleine randje eraf is, kunnen we mooi, heeft die mooi de ruimte, de vouwlijn. En kan die mooi er tegenaan. Dus ik ga eerst dit vakje insmeren met lijm. Er komen echt twee panelen over elkaar heen. En ook de bodemflappen komen over elkaar heen. Dit worden ook de twee panelen waar strakjes het handvat of het hengsel in komt. En omdat dat dus dubbel is, is dat extra stevig. Dus je kunt er ook echt mee aan de wandel zometeen. Als jouw craft caddy echt vol met spulletjes zit.
Ik denk dat je er geen bakstenen in moet vervoeren, maar als je er wat spulletjes in verzamelt, omdat je lekker in het zonnetje in de tuin wil gaan knutselen of zo, dan kun je daar ook echt aan dat handvat meenemen. Met je lijm en je liniaal en je schaar en alle spulletjes in. Hartstikke handig, toch? Dus nu zit deze aan de binnenkant. Dus dat betekent dat aan deze kant dit de korte kant is. En dan komt die aan de binnenkant. Op die manier. En dan wordt het een zeshoek. Zeg ik dat goed? Ja. Of een zeskant. Zeggen we zeshoek of zeskant? Ik moet je eerlijk zeggen, Nederlands is eigenlijk best wel lastig, hè? Ik kan me zo vaak voorstellen dat ik zoveel aan het kwebbelen ben. En het eigenlijk graag goed wil doen. Dat buitenlandse mensen helemaal denken. Wat een taal. Ik smeer hem even een beetje uit de lijm. Omdat dat dan overal mooi zit. Maar ook omdat het dan net even iets sneller droogt. Zo. Als je hem mooi zo dichtvouwt. Zorg dat die bovenrand gelijk ligt. Dan zit je zeker weten goed. Dan ga ik even een doekje zoeken om mijn lijmvingers tussendoor schoon te maken. Maar zo kan je vanaf de bovenkant goed de vorm zien. Eén momentje hoor. Zo ben ik weer even mijn vingers gepoetst. En wat we nu gaan doen is hem omdraaien, zodat de bodemflappen naar boven kijken. En dan gaan we dus die aan elkaar plakken. En dat doen we door ze zeg maar zo tegen elkaar te leggen en op elkaar te plakken. En dat gaan we proberen zo snel mogelijk te doen. Omdat we moeten de vorm een beetje goed houden. En je kunt het zien. Ja, je plakt ze zeg maar goed als ze mooi aansluiten, die flappen. Maar je ziet dat dat niet direct is. Dus als je dan nog een beetje vochtige lijm hebt, dan kun je nog een beetje schuiven. Dus we gaan proberen zo snel mogelijk deze 6 flappen over elkaar te plakken. En dan heb je hem dus, dan heb je hem dus eigenlijk in de beste vorm. Zoals deze in één lijn lopen steeds, dan zit je goed. Dus we gaan beginnen. De eerste, dat zijn die twee dubbele, die dikkere. Die doe ik als eerst. Ik ga nu bewust mijn lijm dus niet uitsmeren met mijn vingers. Want dan kan die nog een beetje schuiven. Nu gaat het hartstikke scheef, maar omdat het dan allemaal nog niet droog is, kan ik nog schuiven en kan ik hem dus goed leggen. Zie je, en hier zit hij ook niet goed, maar als ik zo schuif, op die manier, dan krijg je hem dus het mooiste in vorm. En hier heb ik een kloddertje lijm. Die haal ik even weg. En dan moet ik even wachten. Probeer ik hem vanuit binnen al een beetje aan te drukken. Zo. En eigenlijk zou ik hier nu wat zwaars in willen zetten. Maar ik zie even zo gauw niks voorhanden. Maar dan kan die mooi even drogen. En dan kunnen wij ondertussen doorgaan met het volgende gedeelte. Ik ga er even wat in zetten. Kom ik zo bij je terug. Even kijken. Ik wilde nu de craft caddy die ik gemaakt had. Die had kleine doosjes aan de zijkant. Dus iedere kant van de zeshoek had een doosje. Dus er worden 6 doosjes gemaakt. Waar je eventueel als je het weg gaat geven zakjes met goodies. Of nog weer doosjes in het doosje, maar deze zaten eraan vast en die gaan we maken. En daarvoor hebben we 6 stukjes designpapier nodig van 14,5 keer 14,5. Ja, en ik heb deze roze
gekozen en die komen, die kleurde leuk bij de basis. En die komen uit dit blok. Die heb ik nog niet zo heel lang geleden gekocht bij Action. Die ligt er nu echt voor de kattenliefhebbers. Leuke kattenpootjes, kattenkopjes, leuke kaarten zitten erbij en tekstjes. En nou ja, die wilde ik dus bij mijn roze basis gaan gebruiken. En wat we gaan doen is bij alle vier of alle zes de stukjes hetzelfde. Ik ga er eerst twee met jullie maken en daarna ga ik de andere vier even versneld aan jullie laten zien. Wat we gaan doen is op één, ze zijn natuurlijk vierkant, hè, 14,5 keer 14,5. Dus één van die kanten leg je tegen je liniaal. En oh, hij moet wel uit, want dat is net langer dan dat mijn liniaaltje gaat. De eerste rillijn die komt op 1 centimeter. De tweede rillijn komt op 3,5 centimeter. En dan nog eentje op 13,5 centimeter. En dan draaien we een kwartslag. En dan gaan we rillen op weer 1 centimeter. Weer op 3,5. Dan eentje op 11. En eentje op 13,5. Dus we hebben hem eerst op 1 centimeter, op 3,5 en op 13,5 gezet. En dan weer kwart gedraaid op 1 centimeter, 3,5, 11 en 13,5. En wat we nu gaan doen is... ik ga hem eerst even voorvouwen voor mezelf. Dus ik zie hele leuke kaarten. Ik wilde dit designpapiertje gebruiken. Maar dit is dus wat er aan de andere kant. Ik ga geen kaart maken. Dus... En er zijn altijd twee pagina's van. Dus ik heb dit leuke plaatje nog wel gelukkig. Alle rillijnen vouw ik dezelfde kant op. Dan wordt het zo het doosje straks. Deze eerste centimeter is, is ook weer voor de stevigheid. Omdat je er dus dingetjes in en uit en in en uit. Dus dat die mooi stevige rand krijgt. Die wordt straks naar binnen geplakt. Wat ik eerst ga doen is deze hoekjes. Die kleine vierkantjes die in de hoek zitten. Die ga ik eraf halen. Die hebben we niet nodig. En dan knip ik buiten de rillijn. Dus ik knip ook de rillijn er bij beide af. En dit randje gaan we naar binnen plakken. Dus dat is die centimeter die in het zijn eentje zeg maar aan een rand zit. Al die anderen hebben ook op 3,5 centimeter nog een rillijn. Behalve deze. Nadenken. Dat ik geen foutje maak. Wat we nu gaan weghalen is deze. Je hebt zeg maar die lange smalle rillijn. Of lange smalle strook van een centimeter. Dan krijgt hij een knipje. En dan gaan we dit langere stukje van 2,5 en dit hoekje eraf halen. Dus ook weer langs de rillijn wegknippen. En, moet ik het goed zeggen, dit stukje gaat er ook af. Die van 2,5 bij 1 centimeter mag ook weg. Zo ziet het er dan uit. Dus je hebt hier eigenlijk de randjes weggeknipt. En dat gaan we ook aan de andere kant doen. En altijd je rillijn mee wegknippen. Zo. En
wat we nu nog moeten doen, is hier de rillijn inknippen. Of wegknippen. Ik vind wegknippen altijd fijn. Zit het ook niet in de weg. Dit is wat je dan overhoudt. Twee losse flapjes van 2,5 bij 2,5 centimeter onder en hier dan. En wat we nu gaan doen is deze twee insmeren met lijm en hem zo tot een bakje vouwen. Mooi zo een bodempje in je bakje vouwen en dicht plakken. En dan gaan we deze gaan we ook hier opplakken. Dan heeft hij wat extra stevigheid. Dus hier de hoekjes krijgt hij ook een klein beetje lijm. Zo, en dan pak ik mijn wasknijpers altijd graag erbij. Die worden dan op elkaar geplakt. En met de wasknijper even vastgehouden. Want dan kan ik lekker verder. Dit wordt zo een van de bakjes, een van de zes, die aan de zijkant van jouw craft caddy komt. Hier steek ik nog een klein puntje van het rillijntje afknippen uit. Die heb ik gewoon weer afgeknipt. Dus dit is een van de zes bakjes die zo rondom de craft caddy komt. Ik ga het nog een keertje doen. Aan de kant. Dus we hadden ons stukje designpapier van 14,5 keer 14,5. Die gaan we rillen. Eerst op 1 centimeter. En op 3,5. En op 13,5. En dan draaien we hem weer een kwart. En dan rillen we weer op 1. Op 3,5. Daarna op 11. En ook op 13,5. Dan hebben we de schaar weer nodig. Knippen we aan de kant waar alleen de 1 centimeter... Hoe zeg je dat? Die 1 centimeter en niet die ook nog op 3,5 zit. Knippen we alleen de hoekjes weg. Vouwen we om. En plakken we vast. En aan de andere kant knippen we weer die drie kleine smalle stukjes weg. En knippen we weer, ook kan je meteen doen, de rillijn weg. Zodat je nog een vierkantje van 2 bij 2 overhoudt. Als je nou natuurlijk designpapier hebt,
waarbij een richting van belang is, dan moet je natuurlijk wel even opletten dat jouw... Moet ik hem even omdraaien zo meteen. Kijk, bij mij kan het alle kanten op, hè, met die pootjes. Die sommige die staan die kant op en andere schuin. En dus dat maakt het niet zo heel veel uit. Maar stel nou dat er een richting op zit. Dan is dit natuurlijk de bovenkant. Die met die ene rillijn. Dus daar moet je dan wel op letten. Ik heb bijvoorbeeld ook deze uitgekozen. Daar moet ik daar dus op gaan letten. Want dat is minder mooi als die bolletjes vol op de kop zitten. Dus dan moet ik zorgen dat ik met die ene rillijn... waar we dus mee beginnen, hè, bij het rillen zometeen, dat ik daar hier begin. Dus dat ik hem, dan heb ik hem natuurlijk, ja. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. En anders zou ik voor de zekerheid papiertjes uitzoeken waarbij het dus niet zoveel uitmaakt. Ik ga weer even mijn rillijnen voorvouwen. Zo, en dan eerst deze grote vierkantjes wat lijm geven, zodat dat de mooie bodem van mijn bakje kan worden. En daarna een beetje lijm in de hoek. Want dit worden de lijmranden, dat had ik nog niet gezegd, maar misschien was dat al wel duidelijk. De lijmranden waarmee je hem tegen je... basis kan plakken. Dus zometeen gaan we hier lijm op doen om ze tegen de wanden van de basis aan te plakken. Maar even een wasknijpertje. Zo, dat is de tweede. Ik zal eens even een leuk muziekje voor jullie uitzoeken. En dan ga ik verder met die... Wat is dit? Met die andere twee. Vier bedoel ik. En dan, als ik daarmee klaar ben, dan horen jullie me weer. Tot strakjes! Zo, ik heb mijn doosjes af. Deze laat ik nog even drogen. En dan pak ik mijn basis er weer bij. Er is
University. En wat ik graag wil doen is zeg maar die, ik heb 3 verschillende printjes steeds afwisselen. Dus dat er 2 tegenover elkaar liggende zijn dan dezelfde designpapiertjes, de doosjes. En dan zitten ze nooit naast elkaar. En dan ga ik dus beginnen met hier wat lijm op te doen. Op die lijmranden die we gemaakt hebben. En hier ook al op elkaar hebben gevouwd. Gevouwen, pardon. Zo, en dan zet ik mijn basis rechtop. En dan zorg dat, dat het bakje... Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar dat dat ook gewoon gelijk ligt met de bodem. Dus als, als ik hem op de grond, dus op zijn bodem zet, dan staat ook het bakje tegen de bodem aan. Dus tegen mijn tafel aan. En dan duw ik deze zo, dat ze gelijk liggen met dit paneel. Ze passen er eigenlijk dan precies op. Want ze zijn even breed als het paneel. Ook 7,5 centimeter. Zit die er zo op. Kan die mooi drogen. En aan de overkant doe ik dan dus hetzelfde bakje met hetzelfde designpapier. Dus doordat we hier de onderkant al de lijmrand hebben overlappen en vast hebben geplakt, is die daar al mooi in vorm. Alleen hier is die nog een beetje zo, ja, dan kan die nog alle kanten op, wijder, smaller. Dus daar moet je alleen even kijken dat die gelijk ligt met het paneel als die vastplakt. Dat die niet breder erop komt dan dat het paneel is. En als je hem weer neerzet, kan je hem goed tot op de bodem drukken dat hij even hoog is. Anders gaat hij wiebelen. Zo. Even kijken of deze al goed gedroogd zijn. Ik denk het wel. Kunnen die er ook op en kijk. Ik had goed opgelet dat het design de goede kant op staat. Dus naar de bodem toe. Het plaatje goed is. Of de afbeeldingen goed zijn van de bolletjeswol. En dat betekende eigenlijk dat ik begon natuurlijk te rillen met 1 en 3,5 en dan 13,5. Dat dus de onderkant van je papiertje er als eerste doorheen ging door het rillen. Dus ik hoop dat je begrijpt dat ik zeg het een beetje gek misschien. Maar dat die 13,5 maakt dat je op het laatst natuurlijk 1 centimeter aan de bovenkant overhoudt. Dus je designtje gaat met de onderkant als eerste gerild worden. Kijk, en dan zit hij er zo mooi op. Een klein randje blijft er ongeveer over. En dan met die aan deze kant. Dan heb ik nog een beeld. Het wordt al donker buiten. Ik laat dit filmpje natuurlijk niet direct. Ik heb net ook zitten bedenken, want deze craft caddy wil ik eigenlijk maken met het poezenpapier. Voor iemand die van poezen houdt en die jarig is. En ik heb ook al, want ik vind haken ook heel leuk, ook al een kat gehaakt. Toen dacht ik, ja, ik kan dat niet allemaal niet zeggen, want dan weet ze het al. Maar ik heb gewoon besloten dat ik nog dat ik het filmpje pas plaats op haar verjaardag. En dan kan ik zo meteen ook aan jullie laten zien, mijn kat. En dan kan ik die in de craft caddy doen. Dat ziet er denk ik hartstikke leuk uit. En dan heb ik een mooi cadeautje om haar op te sturen. En wie er jarig is vandaag is Angelique. Angelique is mijn helpende hand. Samen met Christa en Melanie. Op mijn Facebookgroep Low Budget Crea BA's. En natuurlijk, ook omdat het een lieverd is. Maar ook omdat ze me zo goed helpt. Een extra leuk cadeautje voor haar maken. En dat wordt dan deze craft caddy met daarin de kat. Die hou ik nog, jullie nog even te goed. Die ga ik zo meteen
halen als ik klaar ben. Dus Angelique, ook via deze weg, van harte gefeliciteerd. Ik denk niet dat je naar het filmpje kijkt vandaag, want je bent vast hartstikke druk met visite en lekker taartjes eten en verwend worden. Maar toch, hè? Toch gefeliciteerd, zeg ik. Voor als je het wel ziet. Zo, ze zitten er bijna op. Mijn lijpje. Kijk, in al die doosjes kan je natuurlijk deze bakjes kun je nog versieren. Die kun je aan de buitenkant kun je hier nog leuke dingen opmaken. Je kan het ook zo houden met dit designpapier. Wat allemaal zo leuk bij elkaar past. Hoeft dat natuurlijk niet per se. Maar je kunt nog lekker losgaan. Bij mijn swap heb ik hier aan de binnenkant ook nog een designpapiertje geplakt. En dat was omdat het er niet zo heel vrij uitzag. Omdat de lijm een beetje had gesmorst. Op zich is dat nu beter gelukt. En denk ik dat ik hem zo laat. Maar wat ik toen had gedaan was, voordat ik die bakjes erop geplakt had trouwens. Dat heb ik dan, had ik deze vorm gewoon overgetrokken. Op een designpapier had ik uitgeknipt en daarna overal nog een randje van afgesneden. En die dan gewoon hier zo in de bodem geplakt. Maar dat hoeft dus niet per se als het er netjes uitziet. Maar dat was die keer wat minder goed gelukt. En dat zou je, als je dit niet mooi vindt, eventueel ook nog aan de onderkant kunnen doen. Dus dat je daar dan een designpapiertje in een zeshoek overheen plakt. Nu hebben we nog die strook over. Die is wat aan de brede kant. Maar dat zou je dus zo wat smaller kunnen snijden. En hier als hengsel met, noem het eventjes, splitpennen. Splitpennen hierin kunnen, hier aan vast kunnen maken. Wat ik bij mijn swap gedaan had, was een wat smaller snijden. Daarna op een effen papiertje plakken. En dan met een sierschaar, met een... Hoe noem je dat nou? Ik kan even niet uit mijn woorden. Maar in ieder geval of met een kartonschaar of een ronde schaar. Dat dan weer zo bijknippen. Dus dat je hier een leuk randje aan hebt. En daarna had ik dus gaatjes erin gemaakt. En een splitpen gedaan. Ik ga even kijken of ik een beetje leuke passende splitpennen heb voor deze. Het zijn vrij klein die ik heb. Of juist weer heel groot. Is dat leuk? Ze zijn wel hetzelfde. Ik denk dat ik ze in één keer goed heb gepakt, per ongeluk. Ja, daar ga ik gewoon voor. Wat ik ga doen is mijn strook wat smaller snijden, maar ook weer niet te smal, want deze zijn natuurlijk vrij breed. Ik vind het wel leuk als het natuurlijk een beetje er... Zie, want die zijn al zeker 2 centimeter breed. Dus dan wil ik dit graag 3 of 3,5. Ik ga voor 3,5 doen. Zo. Ja. Dat ga ik doen. Oh, het trui zat ertussen. En dan wil ik graag de... Hoekpons, die heb ik hier even niet liggen. Maar ik vind het wel leuk om dit dan mooi af te ronden als ik er geen sierrandje aan doe. Hij lag hiernaast. Inkomen. Deze hoogte ongeveer.
En dan zorg ik dat dat dus in die dubbele laag gaat, die we op elkaar geplakt hadden. Een beetje mooi de stroop in het midden terecht komt. De andere kant heb ik net een beetje uit het midden geprikt, dus dan kijk ik waar die... gaatje zit. Even overtekenen en dan kan ik hier mooi een gaatje knippen. Zo. Splitpen erdoor. Oep. Ja, dan vind ik zelf dat er aan de binnenkant nooit zo heel mooi uitzien. Dit. Als je dat niet storend vindt, kan je het natuurlijk zo laten. Maar ik ga er een, met de pons een cirkeltje achter plakken. Dat vind ik er toch dan netter uitzien, meer afgewerkt. Dus moet ik even, ga ik even in de restjesbak kijken of ik iets heb wat er bij zal passen. Ik doe die achterkant, kijk. Daar kan ik wel leuk twee cirkels. Of ik heb hier ook met een geschulpt randje twee cirkels. Ook leuk. En dan... plak ik dat er overheen. Dat vind ik er toch fraaier uitzien. Zeker als je het cadeautje geeft. Altijd handig zo'n restjesbak. Ik heb ook wel hele mooie mapjes. Dat het allemaal op kleur is. Maar eerst verdwijnt het altijd in de bak. En dan als ik het niet meer vind. Niet meer zie. Een puinhoop is geworden zeg maar. Dan ga ik dat altijd eventjes uitzoeken. En dan doe ik dat weer netjes in de bakken op kleur. Of bakken of van die grote enveloppen is dat eigenlijk. Transparante enveloppen. Dat is heel handig. Ik doe alleen aan de randjes doe ik lijm. Zodat de splitpen nog een beetje kan bewegen. En dan plak ik dat er gewoon zo overheen. Om het netjes af te werken. En je kunt eventueel ook weer mijn wasknijpertjes pakken. Om ze mooi vlak tegen het papier aan te houden. Andere kant hetzelfde. Kun je dat zien? Niet echt, hè? Kijk, zo plak ik het dus over die splitpen heen. En dan de wasknijpers erover om hem mooi plat te laten drogen. En dan wilde ik nog laten zien. Ik zal nog één bakje maken. Ik weet niet of ik hier overal, of bakjes, dit zijn de bakjes, de doosjes die erin passen maken. Ik weet niet zeker of ik ze allemaal een doosje ga geven. Maar ik zal er in ieder geval eentje doen. Als je dat ook leuk vindt, als je dat denkt van dat wil ik wel en allemaal, dan weet je in ieder geval hoe dat moet en de maten en zo. Even zien, daar had ik nog niets voor voorbereid. Maar wat ik nodig heb is een stukje designpapier. Ik kies deze en die stop ik dan in een ander bakje. Dus hier ga ik een doosje van maken en dat stukje moet worden 15,4. Ik moet even een beetje opruimen, want ik heb er een bende van gemaakt. 15,4 heb ik dat nog. Ja, dat heb ik nog. Dit was de andere helft van waar ik de bakjes van gemaakt heb. Dus een strookje, mini strookje gaat eraf. En 15,4 keer 20,6. 20,6.
En dan ga ik rondom rillen eerst op 2,2. Even die aan de kant. Dus rondom komt er 2,2 rillijn. Dus dat doen we 4 keer draaien we. Op die manier. Mooi, 2,2. En dan gaan we op de lange kant nog een keertje rillen op 9,2. En op 11,4. 11,4. Dus dan heb je rondom steeds op 2,2 een rillijn gezet. En dan op de lange kant tegen de liniaal, de 20,6 kant tegen de liniaal, nog een keertje op 9,2 en op 11,4. Dus dan heb je zo'n rastertje erin. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we weer knippen. Ga ik zo doen. Even aan de binnenkant vind ik al fijner. Kijk, ook weer zo'n leuk plaatje. Dan ga ik hier de rillijn wegknippen. Op de lange kant knippen we, ja, op de lange kant knippen we alle vier de rillijnen tot aan het kruispunt weg. Dus dan heb je dit aan de ene kant en nu moet ik het nog aan de andere kant doen. Zo ziet het er dan uit. Dan gaan we alle rillijnen naar binnen vouwen. Nu dan dit leuke plaatje aan de binnenkant, vind ik het wel leuk dat dan het katje de deksel wordt. Dit moet mijn deksel worden en dit wordt het bakje. Dus dan ga ik deze aan de binnenkant plakken tot een bakje. Even kijken of jullie dat kunnen zien. Dus deze komen hier tegen dat zijkantje als een bakje. En deze hier alleen aan de bovenkant, want dat wordt dan mijn dekseltje. Ga ik eerst hier weer een beetje lijn doen. Oh, wel even open draaien, dat is handig. Nou, dan komen mijn handige wasknijpertjes weer aan. Zo. En hier boven. Oeps. Zo, dit heel even drogen. Even kijken, deze wasknijpers hier van mijn hengsel kunnen er wel af. Kijk, en die kan dan mooi bewegen. Dus die kan aan de kant als je er iets uit wil halen. En je kunt omhoog, dus gewoon om mee te sjouwen.
En dan ga ik jullie even in de tussentijd laten zien wat ik mijn kat die ik had gemaakt voor Angelique. Die staat hiernaast. Kijk, hij heeft zelfs een kattenbel. Ik vind hem zelf heel leuk geworden. Hij past niet eens in beeld. Maar het is best wel een aardig grote kat. Ik dacht, misschien past die straks wel zo zittend in de craft caddy. En dan kan ik hem wel leuk nog met folie eromheen leuk inpakken. En ik had nog wat knutseldingetjes ook. Kijk, moet een beetje wringen. Zijn staart heeft hem. Maar dan zou die daar toch hartstikke leuk in passen. Dan kan ik hem toch leuk zo cadeau doen. Inmiddels heeft ze hem al gehad natuurlijk. Maar zo wil ik het doen. Je kan het bijna niet zien. Maar ik zal nog wel leuke foto's maken om het te laten zien. Dus dat vind ik ook leuk om te doen af en toe. Lekker op de bank voor een filmpje. En dan maar haken, haken, haken. Nou, het doosje zit volgens mij stevig in elkaar. Kan zo mooi dicht. Dus je kunt hier leuke goodies in doen. Bij de swap had ik er bloemetjes en van alles en nog wat ingestoken. En dan past die mooi in zo'n vakje. Dan ziet het er zo uit. Steekt mooi een centimetertje ongeveer. Misschien iets meer bovenuit, dat die makkelijker eruit te pakken is. Als je het leuk vindt, kun je zelfs hier nog een raampje uitsnijden. En een micaatje erachter plakken, zodat je ook kunt zien wat erin zit. Dat is misschien zelfs wel heel handig om te doen. En, of leuk versieren, kan ook. Je kan er van allerlei kanten op mee op natuurlijk. Ook dit kan nog verder versierd worden. Lint er overheen, een strik erop. Noem het maar op. Je kunt lekker los. Maar je kunt hem ook basic houden. Net waar je zin in hebt. Dit was het project. Ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegd. Dat jullie er uitkomen als je ermee aan de slag wil. En tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Als je het leuk vindt, als je mijn video's leuk vindt, kun je ook op het belletje drukken. En dan krijg je namelijk een pop-upje als er een nieuwe video is geplaatst. En geef me een leuke reactie als je er zin in hebt. Dankjewel, tot de volgende keer. Doei doei!